bedankt voor jullie beterschap wensen. En ik ben nu weer helemaal beter. En jullie kunnen nu de weekvlog gaan kijken. Dus dan wens ik jullie heel veel succes met het kijken. Wij hebben namelijk een super spannende, coole mededeling voor jullie. Wij hebben namelijk een super spannende, leuke mededeling voor jullie. Rick, er zijn demo's, een live Q&A, meet and greet, steentjes en nog veel meer. Er zijn live Q&A. Nee, nog een keer. Ja, kom op. Even over de sterren nog... kijken. Oh. Ja, oké. Okay. Dat moest ook eens een hoop zien voor jullie daar. Nou ja, dat gaat niet meer worden. We moeten er nog één zien, jongens. Ja, maar hun gaan dat niet. Nee, jij moet het nog even volhouden. Ze mag geen YouTuber moeten worden. Nou, jij niet eigenlijk. Ik wil graag Kim er ook op hebben. Niet dat hij weer stiekem verborgen staat achter iets. Achter een ja. Ja, daar is goed in. Is zich verbergen. Jai. Hallo paard. Deze kant op kijken. Joehoe. Ben je wat dichter bij hun gaan staan? Doe maar niet. Doe maar niet bewegen en foto's maken. Tess, kijk naar de camera alsjeblieft. Sterren. Tess, laat sterren in rust. Ik vind Henja het meest braaf vandaag. Het heeft toch geen zin om een foto te maken? Hoe gaat het, Tess? Waarom? Volgens mij los je het wel heel goed op. Wat zeg je? Ja. Volgens mij ben je zelfs niet bang, of wel? Ik ben wel bang. Ja, je bent wel bang, dat is wel heel eerlijk van je. Nou, nog een keer, laat maar zien. Ontspannen. Ja. En belonen. Goed zo, meisje. Dus eigenlijk doe je het heel goed. Hé. Hey. Eigenlijk gaat het heel goed. Eigenlijk wel, hè. Zo, even paardjes buiten. Verona staat al zeker een minuut alleen nu. Misschien wel twee. Ze is not amused. Maar daar is Sterre. En jij heeft helaas wat last van een been. Die heeft een staander omver gesprongen. Dus die mag even niet, omdat de bodem niet helemaal zacht is. Maar goed, daar is Sterre, Veroon. Peter? Sterre ligt al. Lekker. Hé, Vroontje, zo beter, meis. Ja, nou, laat hem maar heel even staan, kan wel. Tess zit vandaag bij Bianca in de les. Dus ze gaan lekker weer springen. Het is vandaag maandag. Dus, en ze mag nou niet, ze hoeft nu niet in een rijtje, maar ze mag nu losrijden. Dus dat is denk ik wel ietsje makkelijker voor haar. Kijk maar, daar gaat ze alweer. Helemaal leuk.
En ik mag naar Pavo, dus dat vind ik echt super gaaf. Ik ga rijden en deze video zien jullie dan hierna een keer. Dus vandaag zijn de opnames, daarna moet het natuurlijk nog geëdit worden en gepland worden. Dus deze week krijgen jullie hem niet te zien, maar ik denk over 2 weken ongeveer. Nou, om een of andere reden... Ik sta dus flink in de file. Vind ik wel heel erg vervelend. Ik kan je wel vertellen, ik heb vandaag een hele schone broek aan. Zelfs de onderkant is helemaal schoon. Mocht je niet weten waar ik het over heb, check dan even Instagram. Voor mensen die het interessant vinden, dat Wees is trouwens wel een onwijs zonnig programma. Moet je kijken, hij geeft exact aan hoe lang je hier dus in gaat staan. 11 minuten. Daar word ik minder vrolijk van, maar... Ja, ik kan wel heel nauwkeurig dingen weergeven, want ik kreeg ongeveer, nou, ik denk 5 minuten geleden of zo, de melding dat deze file er stond en dat dus mijn reistijd op aan het lopen was. Ik heb dus even kunnen bellen naar Pavo en kunnen zeggen dat ik later kwam. Dat was dan natuurlijk wel voorgeprogrammeerd in mijn telefoon, zodat ik alles hands-free kan doen. Dus, nou ja, voor de liefhebbers, ik moet nog 10 minuten in de file. Oké, nu is het echt niet tof. Er zou een groot ongeluk gebeurd zijn. Dat is natuurlijk onwijs vervelend. Het gevolg is dat we nu echt helemaal stilstaan. Terwijl we voorbij het ongeluk zouden moeten zijn. Ik heb gelukkig een thee bij me. Dus dat maakt het iets minder lastig. Nou ja, voor de mensen in het ongeluk vind ik het natuurlijk veel vervelender. Maar helemaal stilstaan nu... ja, dat vind ik niet fijn. Want zo komen we natuurlijk niet op tijd op de afspraak. Zelfs niet in de buurt van op tijd. Maar goed, ik had gebeld, dus ik ga ervan uit dat dat voldoende is. Maar wachten. Ik ben er. Weliswaar 25 minuten te laat. Maar goed, ik heb nog de auto's gezien waar het ongeluk mee was. En dan is 25 minuten maar een klein dingetje. Er ligt hier zelfs sneeuw. Dat hebben wij in het zuiden niet. Of zuidwesten zitten wij natuurlijk. Ik ga nu bij Pavo naar binnen. Super gaaf. Ik ben heel erg benieuwd. En de video die zien jullie dan natuurlijk later. Ik laat wel een heel klein stukje zien. Want anders dan zijn jullie te veel in spanning. Ik heb nog een bericht geplaatst op Instagram. Met de vraag. Hebben jullie nog vragen over paarden en voer? Dus ik ben heel benieuwd of daar nog reacties op gekomen zijn. Die ga ik ook nog even kijken. Hier, ik ben er. Even kijken op Insta. Of jullie gereageerd hebben. Jawel. We hebben 12 reacties. Ik zal even laten zien. Tadaam. Zo. En dan even kijken wat jullie vragen. Ik moet wel mijn bril opzetten natuurlijk. Want anders dan... kan ik het natuurlijk niet lezen. Want ik ben blind. Ja, blind. Oké. Ja, mijn pony is best dun geworden. Door problemen met het gebit. Maar nu wordt ze maar niet dikker. Oké, dus iets zo. Hoeveel krachtvoer moet een oude shed die de hele dag op de wei staat? Hoe stem je voer af op een recreatiepaard? Welk voer van Pavo is het beste als onderhoudsvoer? Hoeveel van Nature's Pavo moet ik mijn grote pony geven? Hoe testen ze het voer? Want het krijgt een naam voor wat het beste is. Een interessante vraag. Wat is goed voer om in een paard... om een paard aan te laten komen zonder dat hij te veel energie krijgt. Wat kan je het beste voeren aan een ponypaard? Nou, ja, weet je. Het gaat maar door. En nog meer. Dus het zijn meer dan 12 reacties. Ik denk, het zijn 12 reacties. Dan lees ik wel even snel voor. Nee, het zijn er heel veel meer. Dus super gaaf. We zullen kijken of we een aantal beantwoord kunnen krijgen. Ik ga nu naar binnen. Ik ben binnen. En dit is Jilan Boelen. Zij is van Pavo. En wij gaan het dus samen het hebben. Nou ja, ik ga de vragen stellen en zij weet alles. Als het goed is. Tuurlijk. De dingen die ik wil weten en onze kijkers, die weet jij, dat weet ik zeker. Die gaat zij beantwoorden. We mogen even in de fabriek kijken, dat is natuurlijk super spannend. En nou, dan kunnen jullie, ik denk over 2 weken, de hele video zien. Dus blijf vooral dit kanaal. Ik ga vandaag rijden om 5 uur in de les met sterren. Dat moet je wel dichtgooien zometeen, hè? Ja, ze is eerst een hele diepe kant aan het graven en daarnet ging ze erin rollen. Oh, eigenlijk mag dat niet. Ik weet het. Dus dan moet je dat sowieso dichtgooien. Ik weet eindelijk waar de brug voor is. Die is voor Jumping van Sluis. Nou, is dat een mooie brug? Is dat een mooie brug?
Ik ben even met Rona aan het wandelen. Tess is met Sterren bezig. Die gaat zo rijden bij mij. Ja? Nou, ik heb het idee dat Tess vandaag helemaal niet gaat gimmen. Tess is vandaag de voorste, de leider, zeg maar. Maar misschien zo meteen nog. Maar dan ga je naar. Nu niet eens. Het is vandaag woensdag en ik ga naar Apeldoorn en dan ga ik een kookcursus doen. Nou, dan zie ik jullie bij Apeldoorn. Ja. We zijn in Apeldoorn en ik sta op ijs! Nou ja, bevroren sneeuw. Ja. Kom, we gaan gauw naar binnen. Hallo? Hallo. Wat heb jij? Ik heb dus. Ik ga het even laten zien, want ik ben een beetje jaloers. Jij mag de aardbeien. Ik mag de aardbeien, oké. Okay. En wat is dat? Spoeftje. Jeetje, spannend. Proef eens. Ik ben wel een beetje jaloers hoor. Wordt ontvangen met een hapje en een drankje. Wat is dat? Zuur. Laat maar eens proeven. Het is niet echt zuur. Kijk eens, het is bosbes. Ja, denk het. En taartje, smaakt dat? Ja, ik ook. Ik heb eigenlijk niet zo. Ah, die is lekker. Het is uit niet heel veel zuur. Nou, veel plezier. Ik mag zo nog een heel klein stukje doen van koken. Ja. Ja? Maar ik wil nog een andere schaal bakken. Oh nee. Onderop te slaan. Als je dat wil, maar ik kan het niet. Mag? Nou, ga maar de salade erin doen dan. Zo'n mix. Hartstikke goed. Even weer goed vragen, want je hebt hem weer gewijzigd, het recept. Nee, mixen of gewoon een andere. Ja, dit is goed. Heel goed voor jullie. Nee! Gaat goed? Wat willen jullie? Mixen? Ja, leuk. Wat heb je gemaakt? Ik ben zitten in de salade. Oeh, lekker. Oh, dat lust je wel, hè? Ja, dat is als laatste alleen. Heerlijk. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja. Is succes. Ja. Nou, vertel maar, Tess. Salade. Even hier en wat harder. Dit is een salade van de jongens. Ja. Dit is een hamburg van de jongens. Ja. Dit hebben we met de meisjes gedaan. Dit hebben de meisjes gedaan en dat hebben de jongens gedaan. En je mag nog proeven. En ik mag nog proeven. Oké, okay, spannend. Vind je het lekker? Ja. Vond je het ook leuk om te doen? Ja. Oh, ik moet even. Is van de jongens? Ik denk dat je het even op een bakje moet doen, Tess, en niet zomaar een vork te steken. Nou, ik ga maar even proeven. Zo. Dit zijn alle kook... Ja, wat zijn jullie nu? Kookchefs, denk ik, hè? Allemaal echte chef-koks. En nu allemaal even heel gek doen. Ja, gekker, gekker, gekker. Kom, jongens. En eventjes heel chic doen, alsof je echt op een keurige kookschool staat. Kookschool, ja. Dat was het zeker. Was het leuk, jongens? Ja! Gaan jullie het nog een keer doen? Ja! En gaan jullie dit weekend allemaal voor jullie ouders koken? Ja! Mama zwaaien! Ik ben aan het rijden op de sterren. Lekker hè? Ja. Het is alleen een beetje koud, dus we moeten een beetje voorzichtig doen. Ja, de dus bodem mama is. Heeft ook sterren deken om. Ja, ik heb het koud, kijk dan. Maar een beetje voorzichtig, want de bodem is niet helemaal zacht. Ja? Ga maar. Ik denk dat je het wel hoort. En hoor je?
ga lekker rijden. Of je moet je geluid op alle hard zetten. Ga lekker rijden. We zijn, als jullie snel zijn, dan kun je nog de zonsondergang zien. Dan kan je inzoomen. Ja, dat snap ik, maar ik denk nu dat het nog te zien is. Ja, ik zie het nog een stukje. We zijn met Ster. We zijn, even stilstaan. We zijn eventjes met Tess en Ster even de eerste keer even om de manege heen aan het lopen. Want de bak is te hard om te rijden en binnen zijn allemaal lessen. Zachtjes, zondag, juist. De bak is te hard om te rijden en binnen zijn er allemaal lessen. Dus zijn we eventjes naar buiten. Nee, jawel. Dus zijn we even naar buiten, een rondje om de manege, even kijken hoe dat gaat. Maar gaat, hoe gaat het, Tess? Gaat goed. Gaat goed? Oh. Vraag maar eens wat meer. En ik weet niet hoe schattig sterren oortjes zijn als je zo kijkt. Nee, dan moet je via mijn kant kijken, hier zo. Oh. Dat vind ik schattig. Het is een beetje lastig filmen dit. Daar heeft ze een schattig moedervlekje. Zo. Kijk, dan heeft ze daar zo, bij haar oor, heeft ze... Vieze punten op de oren, je moet de oren beter schoonmaken. Ja, maar ik kan daar toch niet bij. Tuurlijk wel. Nou, we gaan even terug. Ja? Ja. Er is even een uurtje een bak vrij. Dus buiten stappen kunnen we ook gewoon even in de bak rijden. Ja, het ijs koud. Ze hebben het ijs koud. Ik loop er binnen. Oh, we zullen gaan lekker draven en galopperen en dan zal je zien, dan gaat het een stuk beter. Ik hoop. Ik denk het wel. Bedankt voor het kijken van de weekvlog, maar de kaartjes van paarden YouTubers live event zijn nog steeds te koop. Hier in de comments kan je een link vinden, daar klik je op en dan kan je een kaartje kopen. Kan ik jou daar ook zien? Ik kom met Sterre, Rebecca komt met Verona, Kim komt met Henja en Fabienne en Maaike komen ook. Bedankt voor het kijken, geef vooral een duim omhoog en abonneer op ons kanaal, dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!